Ja, meneer Van Leeuwen, de eerste weken, maanden zitten erop. Hoe bevalt het bij de nieuwe werkgever? Het bevalt prima, moet ik zeggen. Leuke club, leuke mensen. En ja, we gaan weer de goede kant op, dus dat is ook altijd prettig. Ja, u hebt al veel kunnen doen op de transfermarkt. Oh ja, ook op de transfermarkt en ook daarbuiten. En, het is een levendige transfermarkt dit jaar. Tevreden over de transfers tot nu toe? Ja, daar zijn we redelijk mee tevreden, zowel de uitgaande als de inkomende transfers. We hebben wel redelijk de kwaliteit kunnen vinden dat we zochten, wat voor verdedigers erg moeilijk is. En straks kijken hoe de puzzel past. Ja, zijn er nog puzzelstukjes nodig? Ja, we hebben nog een handjevol nodig, ja. Ja. Wat zijn dan de belangrijkste stukjes die nog ingevuld moeten worden? Nou ja, getalsmatig moet er uiteraard achterin nog wat bij. En verder, ja, ik verwacht dat er toch nog wel wat aan onze spelers getrokken zal worden. En als er dan wat gaat, dan moet je er ook adequaat op kunnen reageren. Ja, en wie zal er bijvoorbeeld getrokken kunnen worden? Want u noemde net al Ziyech, maar Ziyech die wil heel graag blijven. Dat is misschien wel een heel mooi signaal ook voor de supporters. Ja, ik noemde Ziyech niet, maar in principe kan er aan alle spelers getrokken worden. Maar voor een hele hoop spelers, onder wie Hakim, is Twente natuurlijk nog steeds een geweldig platform. Ik denk dat we ook gezien de spelers die we hebben, een heel aardig seizoen kunnen hebben komend jaar. Moet een beetje passen, moet een beetje goed vallen, een klein beetje geluk hebben. Maar ik denk dat we een heel aardig team voor elkaar kunnen krijgen. Hebt u voor zichzelf al een beetje een plek in gedachten? Waar kan Twente eindigen? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat we weten nog niet helemaal wat er met ons gebeurt. En dan kun je eigenlijk ook alleen nog maar naar jezelf kijken. Ik weet niet wat bij andere clubs gebeurt. En dat telt natuurlijk ook mee. Pas in september kun je antwoord geven op deze vraag. In hoeverre verwacht u nog dat er veel spelers weggaan? Het is een rare window. Dus het lijkt een makkelijke vraag, maar hij is lastig. Want die processen beheers je zelf niet. Die beheerst de koper en vervolgens de speler en dan jezelf met je vraagprijs. Dat is moeilijk te zeggen, maar als ik een gokje moet doen, 3. En hebben we het dan over basiskrachten van vorig seizoen? Ja, ik kan geen antwoord op geven. Dat ligt bij anderen. Is er concrete belangstelling voor spelers? Ja, er staat een aantal spelers natuurlijk permanent in de aandacht van andere clubs. En dan is het vaak wachten op of er bij die clubs wat gebeurt voordat ze actie ondernemen. Ja, namen als Cabral en Fernandez worden dan veel genoemd die weg mogen bij FC Twente. In hoeverre zijn zij al op de nominatie om op korte termijn te vertrekken? Ja, ook het is hetzelfde antwoord. Daar kunnen wij geen antwoord op geven. Hun toekomstige werkgevers, als die er al zijn, die kunnen dat beantwoorden. Het is nooit saai, hè, zo'n dag. Het kan ook elke keer alle kanten op, toch? Ja, nee, dat is ook zo. En de telefoonmaatschappijen doen goede zaken in deze tijd. Ja, bent u alleen maar aan het bellen? Hoe ziet zo'n dag eruit? Neem maar eens mee. U staat op, zoals vandaag hier aan de Rijn en dan? Ja, en dan kijk je op je telefoon en dan zitten er al WhatsApps, berichten in. Het bellen begint meestal vanaf 8 uur. Dan wordt Europa wakker en een uur later wordt Engeland wakker. En zo kabbelt het voort tot de avond. Midden op de dag kakt het wat in en 's avonds krijgt het weer een vlucht. Het zijn clubs, het zijn zaakwaarnemers, het zijn agenten, van alles en nog wat. Merkt u ook bijvoorbeeld in het buitenland dat ze bij FC Twente nu de broekriem moeten aanhalen en dat ze daar verlegen zitten om geld? Ja, het is de situatie van Twente is wel bekend en het valt me ook op dat Twente zelf ook bekend is. Dat merk ik ook en kijk natuurlijk ook wel stiekem naar andere spelers die deze kant op moeten komen. Dat Twente een goede naam heeft. Iedereen weet wel van Twente. Iedereen weet ook dat het een goede springplank is. Een goede club is met een mooi stadion en goede fans. Dus Twente is wel bekend. En de situatie bij Twente heeft natuurlijk ook rondgesproken. Dat kan niet anders. Het was een grootscheepse operatie om geld binnen te halen. Alleen, nu moeten we ze allemaal weer laten begrijpen dat we inmiddels het doel ongeveer gehaald hebben en niet tegen elk aannemelijk bod een speler moeten laten gaan. Hoe krijgt u dan bijvoorbeeld een Griekse verdediger over de streep of een verdediger van Napoli? Ja, als je een paar mensen kent, dan kan er wel eens wat. Netwerk opbouwen?
Ja, netwerken, goed. En een goede speler is een goede speler. En ik denk dat deze voor Nederland goed zijn. Een verdediger in Nederland is moeilijk zat. En deze jongens waren ook gemotiveerd. En als je dan het project kan uitleggen, je kunt het stadion laten zien. Nou ja, dan kan er wel wat. En, nou ja, Dries Mertens heeft natuurlijk een beetje geholpen. Dat soort dingen helpt altijd, ja. In hoeverre is het belangrijk dat er nog een spits komt? Of is corona misschien wel ja, daar de verrassing op die plek centraal? Ja, dat zullen we allemaal zien. En er is nog een aantal opties. En Jari Oosterwijk die is goed in ontwikkeling. Dus we zullen wel eens kijken hoe de window zich ontwikkelt daar. Hebt u tijdens dit interview nog een appje gemist dat we die nog even mee kunnen nemen? Nee, want ik heb mijn telefoon daar in die eetzaal neergelegd. Ik dacht, dan word ik niet gestoord onder het interview. Dat is heel netjes. Dank u wel. Alsjeblieft.